Hallo, David, wie bent u? Hallo, ik ben Hans van Koekera. Waar zijn jullie? We zijn hier op de Nieuwe Binnenweg, in de winkel van Koekera. Wat is uw werk hier? Ik ben een van de bazen van Koekera. Mijn werk is om een taartje en een koekjes te maken. En zorgen dat alles in goede banen geleid wordt. Het is heel erg leuk om met Koekera te werken. Oké. Koekera, een bijzondere winkel? Koekera is heel erg bijzonder, omdat we alleen maar spullen maken die we zelf heel erg lekker vinden. En daarom eigenlijk het allerlekkerste verkopen van Koekera. Vinden de mensen dat ook leuk? De meesten vinden dat ook, ja. Het is hier erg druk bij Koekera. Ja. Waarom heb je voor dit werk gekozen? Als klein jongetje was ik altijd al bij mijn moeder in de keuken aan het kijken. En ik vond bakken en koken heel erg leuk. En toen ik 12 was, toen wist ik het zeker. Ik wilde gewoon echt bakker worden. En dat heb ik ook echt gedaan. Hoe lang werk je hier al? Vanaf het begin. En Koekera bestaat nu 8 jaar. En hoe doen jullie het met de koekjes? Hoe doen we het met de koekjes? Hoe bedoel je? Nou, hoe jullie het bakken? Hoe we het bakken in een oven of een bakplaat of papier. Wacht, ik even. Werken jullie veel met kleurstoffen? Wij werken niet met kleurstoffen, behalve bij de worteltjestaart gebruiken we wel kleurstoffen. Om de worteltjes en de blaadjes van de wortel op de punt van de taart te zetten. Wat is bijzonder aan jullie gebak? Bijzonder aan ons gebak is dat alles ambachtelijk is. Omdat ambachtelijk betekent allemaal handgemaakt. Volgens de originele recepten. Dus we werken niet met poeiertjes of dingen. En straks is met een paar spul erin van alles is echt van boter, suiker. Alles is van echte dingen gemaakt. Ja, ook op andere plekken van Koekera verkocht. Er zijn heel veel plaatsen in Rotterdam, heel veel restaurants en hotels en museums. Verkopen allemaal, niet allemaal, maar heel veel bedrijven verkopen ons gebak. En ook in andere steden of alleen Rotterdam? Ook in andere steden, maar niet te ver buiten Rotterdam. Dus we willen wel een beetje in de buurt van Rotterdam houden. Oké, kun je een voorbeeld noemen? Een voorbeeld? Bijvoorbeeld Museum Boijmans, die is in het Museum Park. Of het Beste Paviljoen, of Loos, of het Hilton Hotel, of het Manhattan Hotel. Heel veel bedrijven in de buurt. En waarom hebben jullie daarvoor gekozen? Die hebben wij niet echt voor gekozen. Die bedrijven die komen naar ons toe omdat we onze producten lekker vinden en dat we ook graag in hun bedrijf willen verkopen. Maar kopen mensen ook veel koekjes vandaar of alleen komen ze alleen naar hier? Voornamelijk de koekjes worden veel hier gekocht, maar voor de taarten komen ze ook in heel veel andere bedrijven. Dank u wel. Is u de meest succesvolle banketbakker van Rotterdam? Dat zou ik niet durven zeggen, maar we doen heel erg ons best. Oké, hartstikke bedankt.